Geen enkel landschap is zo veranderlijk als het Nederlandse televisielandschap. En met de terugkeer van Loekie de Leeuw rijst de vraag: welk programma ziet u weer het liefst terug op de buis? Kortom, wat is de plaat op straat? Welk programma zou u nu uit het verleden graag weer op de buis willen hebben? Geen idee. Echt niet. Ik kijk praktisch nooit geen tv. Nou ja, Swiebertje in ieder geval. Swiebertje en... wat was dat? Wie van de drie vind ik mooi, vond ik toen mooier als nu. Kijk er wel naar, maar dat vond ik mooier. Ja. Swiebertje zegt u ook niks? Ja, die wel. Maar ja, toen was ik nog jong. Swiebertje is heel mooi. De glazen stad. Heel mooi. Dat moet ze echt nog een keer weer doen. Ze aanbevolen. Ja, dat is ook humor is. Maar André van Duin komt nu wel eens op tv. Maar vroeger had André van Duin altijd prachtige shows. Dat was heel vaak 's weekends, zaterdagavond. En die wou je echt niet missen, hoor. Wat ik echt mis, dat is eigenlijk... kan ik niet zeggen. Maar nee, ja, als je oude programma's terugkijkt, dan is het wel heel erg langzaam en heel erg traag. Dus ik weet niet of ik dat terug zou willen. Maar een grote show op zaterdagavond, André van Duin, zoiets. Uit heel erg verleden, Tita Tovenaar vond ik als kind geweldig. En Tita Tovenaar. Dan wil ik wel een keertje zien of dat nu nog leuk is. En Swiebertje heb ik een keer teruggezien, toen dacht ik, wat saai. We konden vroeger geweldig. En toen zag ik het terug en dacht, jee, wat saai. Er gebeurt niks. Wat zou er volgens u veranderd moeten worden op televisie? Maar, nou ja, wat ik zeg, de praatprogramma's. En dan graag een keer afwisseling in personen. En ik snap wel dat het nu vaak over dezelfde gaat vanwege de corona. Maar ik bedoel, er zijn toch ook weer heel veel andere onderwerpen. Om over te praten. Nou, als ik kijk naar gewoon de Nederlandse zenders... Nou word ik wel een beetje flauw van alles wat met NPO 1 onder andere op 1 gebeurt. En Nieuwsuur. En als ik bij Jinek. En dan ook nog te maken hebben met verslaggevers. Die vind ik dat tendentieus vragen stellen. Waarbij degene die aan tafel zit bijna niet anders kunnen. Dan vooral te moeten afgeven op wat het kabinet wel gedaan heeft. En dan vooral helpen zoeken naar alle mogelijkheden om te ontsnappen aan die regelgeving. Dat vind ik een beetje te. Dus daar stoor ik me wel aan, dus regelmatig zet ik hem gewoon weg. Dan denk ik, nou, dat hoef ik niet meer te zien, hoor. Dat vind ik een beetje te veel van goeie. En die mensen mogen zelf ook eens een beetje kritisch zijn. Dus wat dat betreft vind ik Lubach op zondag wel een heerlijke afwisseling. Heel het ogenblik, want die heeft ook zijn eigen mening. Is het ook niet overal mee eens, maar kan ook af en toe wel eens een keer iemand ondersteunen. In de zin van, nou, dit is reëel gezien, is dit gewoon een goede oplossing. Klaar. En dan moet je verder niet zeuren. Loekie de Leeuw komt waarschijnlijk terug. Ik hoef u niet te vragen dat valt onder de categorie jeugdsentiment. Ja, dat doet het. Jeugdsentiment. En het lijkt mij hartstikke leuk dat Loekie de Leeuw weer terugkomt. Dat was altijd leuk tussendoor. Reclame is meestal verveeld, maar van Loekie, ik vind het wel. Laat maar terugkomen. Ja. En als wij kijken naar de huidige programmering, wat zou u dan het liefst willen veranderen? Ik vind hem wat rommeliger nou tegenwoordig. Maar ja, misschien komt dat ook door die corona en mijn leeftijd. Voor een paar jaar terug was die er ook nog op maandagavond met zo'n uitzending. Het geheime dagboek van Hendrik Groen. Ja, daar was ook weer. En André van Duin toevallig in mee waren. Een prachtig stukje. Ja, die programma's, daar mogen ze vaker op doen. Zoals in de laatste tijd, een heel mooi programma vond ik... Nieuwe Boeren, dat is dan wel een stukje, maar ook nostalgie, hè, uit de jaren. Dan kijk je ernaar en zoals een koemelken heb ik nog gedaan, zo met de handen een koemelk. En dan zie je dan nu weer terug en dan, dat er dan wat over knieën voor gaan liggen. En, dat was, vind ik wel humor. En ik kijk heel graag naar quizzen nou. Lekker rustige quizzen. Want dan is er altijd een straal muziek bij. Vroeger dan was het en geen muziek. Dat vond ik wel prettig. Bent u ook een Netflixer? Nee, helemaal niet. Nee. Netflix doe ik niet aan.
Netflix verslaafd inmiddels, ja. Ja, ja, want nou ja, wij kijken nationaal, kijken we, is er nog iets leuks? Eigenlijk vinden we niet veel meer leuk. En dan zoeken we toch maar een leuke film op Netflix. Want dan heb je geen reclame tussendoor. Nee, alleen de Crown. En dat heb ik wel gekeken. En hoe heet dat andere met die rode gewaden, dat weet ik niet eens meer. Die papa... Ja, juist. Ja, Casa de Papel. Dat heb ik wel gekeken op Netflix. Maar ik ben niet zo dat ik echt heel veel Netflix kijk, nee. Weet je, wat is uw favoriete serie? Wat hebben we, als ik alleen ben, kijk ik Virgin River. Oh, super romantisch. Heerlijk. Maar dat vindt hij niks aan. En samen kijken we veel Zweedse krimis. Zweedse-Noorse krimis. Ja, hele van per seizoen 10 afleveringen, die zijn heerlijk. Ja, daarom zijn we gewoon binge-watchers, dan kijken we er gewoon 3 achter elkaar. Ja. Series hou ik niet zo denderend van. Van die feiten, nee. Ja, vind het... Series als Casa de Papel, Narcos, dat zegt u helemaal niets? Nee, daar zal ik wel niet naar kijken. Nou. Want ik heb alles wel, baantje en zo vond ik wel mooi. Ja, ja, jawel. Ja, dat vond ik wel gezellig. Ja, heel mooi. Maar anders mooi, ja... En wereldnieuws en zo, en de toestand. En, ja, vind ik mooi. Ja, nee, er is genoeg wat ik mooi vind.